Welkom bij Kunst. We zijn nu in de Martini Plaza. Waar een event is van de Kinderen voor Kinderen. Je wordt vanzelf groot op een ander eiland. Er worden verschillende workshops gegeven en aan het eind van de middag staat Kinderen voor Kinderen op het podium. Wat denk je dat er allemaal te doen is? Nou, ik denk dansen en op liedjes dansen en zo. Oké. Ja, want volgens mij heb jij het programma hier, Mees. Wat wil je gaan doen voor workshop vanmiddag? De coole DJ lijkt me wel leuk. Coole DJ, wat houdt het in dan? Dat weet ik nog niet. Oké, nou, ik ben benieuwd. Zou je ook wel bij Kinderen voor Kinderen willen en beroemd worden? Ja, zou ik best wel willen. Ja? Ja. Lijkt je dat wel wat op het podium staan en zingen en dansen? Ja. En jij dan, Mees? Wil je ook beroemd worden? Nee. Je wil gewoon een leuke middag vandaag? Ja. Nou, gaan we dat doen. Vertellen over dit event van vandaag. Wij weten gewoon dat kinderen heel graag willen zingen en dansen. Dat weten we gewoon. Dat merken we ook in onze eigen audities. Er hebben echt wel 1000 kinderen op afkomen. Wij zijn al jaren, volgens mij 15 jaar, zijn we in de provincie geweest. En hadden het Kinderen voor Kinderen Songfestival. We stonden altijd in de Oosterpoort. En vanaf afgelopen jaar hadden wij zoiets van laten we nou op een andere manier de provincie ingaan. Want we gaan eigenlijk alle provincies in. En met name willen wij gewoon Kinderen voor Kinderen dichter bij de kinderen in de provincie brengen. Want ja, de meeste kinderen wonen in de buurt van Amsterdam, alhoewel ook tegenwoordig uit Rotterdam. Want iedereen mag auditeren. Maar wij vinden het toch belangrijk om gewoon aan anderen in de provincie te laten zien wat wij allemaal doen. Dus vandaar dat wij dit evenement hebben opgezet. Ik ben Iris en ik ga vandaag met jullie sporten. Want we zijn nu bij Klaar voor de Start. En Klaar voor de Start ging over... Heel goed. Op en neer, op en neer, op en neer en op en neer. Heel goed. Slaat je arm, hè? 5, 6, 7. Klaar voor de start, klaar voor de start. Wat hebben jullie net gedaan in deze zaal? We hebben gedanst met stokken. Met stokken? Was dat niet heel moeilijk? Nee. Nee? Maar je doet nu niet meer mee, want wat gebeurt er nu dan in de zaal? Nu gaan de ouders het doen. De ouders, oké. Okay. Vond je het leuk om te doen? Dansen met stokken of sporten? Ja. Ja? Wat vond je er leuk aan? Nou, dat met de stokken, dit gingen doen. Een beetje fitnessachtig. Ja. Ja, heel erg. Ja, ik ook. Mies! Wie liet hem? Wie liet hem? Wie liet hem? Was het maximaal. Wat gaan we nu doen dan? Weet ik niet. Weet ik niet? Dan staat het op het briefje, denk ik, of niet? Op de achterkant staat het programma, toch? Ja, ik wil beroemd worden. Oh, ik ben heel benieuwd. Hoe gaat dat, denk je? Nou, dan gaan we denk ik weer dansjes leren. Gaan jullie ook meedoen op het podium? Weet ik niet. Durf je dat wel? Ja. Klaar voor de start, klaar voor de start. Wow. Klaar voor de start, klaar voor de start. Wow. Zo, dat klopt. Een applaus inderdaad. Zo, we hebben de meiden.
hebben het voorgedaan en nu gaan wij het met z'n allen doen. Ja, dan gaan wij het nummer opzetten en dan gaan wij een beetje rondlopen. Of wij ja, nog wat heel speciaals kunnen horen vandaag. Het beroemd worden? Goed. Ja, goed. Wat heb je gedaan dat je zegt, nou, als ik dit morgen doe, dan word ik beroemd? We hebben weer gedanst en ja. Ook gezongen, toch? Ja. Ja. En jij bent zangcoach. Wat doe je zo al bij Kinderen voor Kinderen? De zangworkshop die ik de kinderen geef is gewoon om klaar voor de start dat nummer van Kinderen voor Kinderen met ze in te studeren en gewoon een beetje wat oefeningetjes met ze te doen. Lijkt me wel lastig, moet je wel veel geduld hebben denk ik om iets goed in te studeren, zeg maar. Ja, nou, in principe, ik ben sowieso wel iemand die goed met kinderen om kan gaan. En ze willen allemaal graag natuurlijk. Ja, ze willen allemaal heel erg graag. Gaan we nu naar Marijke. En zij gaat naar Duitsland. Zweedse Rijnen, een Groningse kunstenaar die nu een galerie heeft in Leer. We gaan haar vragen of het culturele leven in Duitsland haar beter bevalt dan in Nederland. In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Nou, ik ken je natuurlijk van de twee dames, net zoals veel Groningers, denk ik. Maar dat jij schilderde was mij onbekend. Hoe lang doe je dat al? Nou, dat doe ik ongeveer vanaf 95 of zoiets. Dan had ik het idee van, nou, we hebben veel leuke avonden. En dan, als iedereen naar huis is, is daar niks meer van over. Dan moet je de volgende dag weer helemaal vanaf nul weer opnieuw iets neerzetten. En als je iets schildert, dan kun je de volgende dag wakker worden en denken van, hé, hier hoef ik even niks voor te doen. Het is er al. Jouw stijl, ik zie natuurlijk heel veel vrolijke kleuren. Maar hoe zou jij je eigen stijl omschrijven? Nou, in ieder geval een vrije stijl en niet dat iets moet kloppen. Het is allemaal een beetje spotten met perspectief en een beetje kleurgebruik zoals het op dat moment voelt eigenlijk. En een beetje zwierig, figuratief, dat zit ook in de familie bij ons. Maar dat, zo ongeveer. Hoe ben je hier nou zo terechtgekomen? Ja, ik ben in Leer terechtgekomen. Nou, ik kom hier al 30 jaar zo'n beetje. En ik heb altijd iets gehad van, nou, als het later nog eens zover komt dat ik eens wat leuks en wat rustigers wil doen, dan ga ik hier eens rondkijken. Nou, vandaar. Nou, ze zeggen, loop even mee. Dan gaan we even kijken wat hier allemaal hangt en zo. Ja, graag. Ja, dat was ook een project met bouwschuim.
Peurschuim heet dat in Nederland. Ik krijg het niet van je handen af, maar het is wel grappig om daar dingen mee te doen. Ook een expositie mee gehad. Dat is het laatste wat er nog is, maar het is wel grappig. Beetje 3D-kunst. Ja, zoiets. Ja. Het is een beetje werkhoekje, zeg maar. Het grote atelier heb ik in Groningen aan de Friese Straatweg, waar ik anti-kraak zit al 6 jaar. Maar gewoon om overdag ook wat te kunnen doen. Nou, zie hier. Daar ben ik nog wat mee bezig en zo. En dat is allemaal klaar om ergens te komen hangen. Het valt mij op dat die prijzen wel, vergeleken in Nederland, wel lager liggen voor kunst. Ja, dat moet hier ook wel. In het begin had ik gewoon de prijzen die ik in Nederland heb. Dat is dan 800-900 euro voor zo'n grote. En die is dan ook 2 keer zo duur. Maar op een bepaald moment zie je dat mensen het wel mooi vinden. Het eigenlijk wel willen hebben. Maar dat de prijs dan toch wel een probleem is. Dit is Oost-Friesland. Met alle respect is toch anders dan de grote stad. En dan heb ik de prijzen iets lager gezet. En dan wordt verkocht. Nou, dat is ook goed. Het is zo dat de Duitsers toch anders omgaan met mensen die iets laten zien, met kunstenaars, of het nou een podium is of op het doek. Ze hebben daar toch een bepaald respect voor en gaan anders met je om dan in Nederland. Word je misschien een beetje als een tweederangs vreubelaar gezien. En hier, richtig kunst, oké, vinden ze mooi. Dat is ook het woord om hier te zijn, einfach. Het is allemaal wat lokker, wat makkelijker dan in Nederland, dan in Groningen. En waarom is het wat makkelijker dan in Groningen? De mensen hebben minder haast, lopen niet de hele dag te telefoneren. En het is natuurlijk ook wat dunner bevolkt. Je hebt ook wat nadelen dat je minder aanloop hebt. En het is natuurlijk in de winter een beetje zoals op een waddeneiland. Dat is wel even wennen. Maar het is gewoon makkelijker om hier iets te beginnen. Huur- en koopprijzen zijn veel en veel gunstiger. Ja, zo. Ja, we zijn stolz Katja hier te hebben. Ja, dat genau. Is schön, dat is schön. Ja, ja. Dit was ik, vertrek. Goedenavond. Dit was Kunst uit Duitsland. Tot volgende week. Auf Wiedersehen.